heb de hele grote eer en het plezier om als nieuwe speler van KV Oostende voor volgend seizoen Nicola Lombaerts voor te stellen. Het heeft een beetje voeten in de aarde gehad. Het heeft wat tijd gekost. We hebben samen één doel. En dat is ervoor te zorgen, proberen voor te zorgen dat Nicola de rest van zijn carrière bij KV Oostende kan doorbrengen. Want we spreken hier over een contract van 3 jaar. Alles, alle dingen zijn op de juiste plaats terechtgekomen. En voor mij is het een hele eer dat de KVO en meneer Koek in het bijzonder zoveel interesse toont in mij en veel ambitie. Dus dat heeft mij zeker makkelijk kunnen overhalen om naar KVO te komen. Na 10 jaar Rusland denk ik dat het tijd werd, vooral ook familiaal, en om terug het spelplezier te vinden, om naar huis te komen en als een echte West-Vlaming voor de West-Vlaamse ploeg te kunnen spelen, is dat schitterend. Voor mij zal er een nieuw hoofdstuk in mijn leven beginnen en ik barst nog van de ambitie. En dat heeft ook mee bepaald dat ik naar Oostende kom, want het is ook een club die vol ambitie zit. En kijk, bekerfinale dit seizoen, 4e plaats nu voordat de play-offs beginnen. Dus dat zijn allemaal mooie tekenen aan de wand dat er toch iets moois groeit bij deze club. En daarvoor ben ik naar hier gekomen. Ik denk dat ik mij terug in de kijker kan spelen bij Oostende. En ook mijn ervaring delen met de jongere spelers. En hopelijk kan dat sommige spelers nog naar een hoger niveau brengen. En ik denk dat ik zelf dan ook de ambitie heb om toch eens voor de prijzen te spelen. Ik ben niet naar Oostende gekomen om play-off 2 te spelen. Dat zie ik toch niet echt zitten. Maar ik ben ook geen spits die de golen moet maken. Maar het is al getekend, sorry. Het is te laat nu. Dus, ik zal met mijn ervaring en hopelijk mijn kunnen toch niveau nog naar een hoger niveau brengen. Ik ben super tevreden dat ik deze volgende stap in mijn leven kan zetten.